Wij beginnen die wedstrijd met een 1-0 voorsprong. We zijn de hele week er al mee bezig. We hebben wel met elkaar afgesproken zoiets dat we denken er niet te makkelijk over. Alleen we wilden gewoon vorig jaar met de finale verloren, dit jaar wilden we het gewoon gaan bereiken. En dan ben je 1 minuut onderweg en je komt 1-0 achter en dan 5 minuten 0-2. En dan scoort Bayram op schitterende wijze 1-2. En dan krijg je nog van de kleinste man van hun veld krijg je de 1-3 tegen. Ga je de kleedkamer in, steek je de koppen bij elkaar. En eigenlijk hebben we één ding gezegd van, we moeten dit nu niet weggeven. En we hadden er ook nog steeds vertrouwen in. En onze trainer die heeft het ook weer even kort gezet. En nadat het zo de tweede helft is gelopen, had ik van tevoren durven dromen, maar ik had het niet verwacht. Zeg je zelf ook, je staat 1-3 achter in de rust. Hoe kun je het zo ver krijgen? Dat we 1-3 achter kunnen. Ja. Ja, ik denk dat het toch een bepaalde spanning is bij de jongens sowieso. Ik kan ook voor mezelf spreken. Ik heb ook vorige keer die finale gespeeld. Er zit wel een bepaalde spanning op. Alleen, ja, ik denk dat het toch een bepaalde, hoe we aan de wedstrijd beginnen, toch niet oplettend genoeg. En toch gewoon te makkelijk denken van we hebben vorige week 0-1 gewonnen. Ik weet niet of je de wedstrijd vorige week hebt gezien. Hadden we ook net zo goed erin kunnen verliezen. We dachten er gewoon te makkelijk over. En TWC is geen slechte ploeg. Die hebben voetballers die wel wat kunnen. En ja, uiteindelijk buigen we het in de tweede helft om. Ik denk dat hun in de tweede helft niet veel kansen meer hebben gehad. En in de tweede helft zijn we ook fel begonnen. Natuurlijk heb je een beetje geluk dat we snel die 2-3 maken. 3-3 erachteraan en daarna de 4-3. Het is mooi dat onze nummer 10 Maak die afscheid neemt bij ons. Die gaat naar een lager elftal. Maar dit is fantastisch. Eigenlijk is dit leuk om zo te winnen. Het is leuker dan dat je thuis gewoon 3-4-0 wint. Op deze manier winnen, ja, dat is geweldig. En ook voor deze club. Ze hebben er veel aan gedaan. Een mooi feestje direct. De boel versierd en alles. En ja, het is gewoon geweldig. Mooi dat ik dit mag meemaken sowieso. Dus nou, vorig jaar net niet, dit jaar wel. Het is gewoon geweldig. Ja, beter afscheid kun je niet maken, denk ik. Klopt. Winnende score en promotie, dus dat is mooi. Ja, want heb je nou een nieuw shirtje aangedaan na de kampioenswedstrijd. Het vierde. Ja, na 12 of 13 jaar vind ik het mooi geweest. En ga ik lager voetballen. Ja, en een achterkantje even laten zien natuurlijk. Kijk, dat is hem hoor. Nummer 14. Toekomstspeler. Wil je nog iets kwijt aan je fans of vrienden, familie, teams? Nou ja, ik wil sowieso alle supporters bedanken natuurlijk. Dat ze elke wedstrijd ons komen steunen. En nu in deze grote getale, deze belangrijke wedstrijd, dat ze toch komen kijken en de moeite nemen om ons aan te moedigen. Natuurlijk mijn ouders en mijn vriendin. Dus ja, zeker. Bedankt. Ja, de videoanalyst.nl en voetbalinbreda.nl niet te vergeten. We staan hier met de twee sterren van WDS. Ja, niks minder dan dat. Het zijn gewoon de twee mensen, wat mij betreft, wat voetbalinbreda.nl betreft, die dit team naar hogere sferen hebben geleid. Tuurlijk, je doet het met z'n allen. Bayram Afsi, Abdul Afsi, gruwelijke aanvallers van WDS, die vandaag ook de wedstrijd hebben beslist. Laten we eens even een paar vragen stellen. Abdul, gefeliciteerd. Hey, deze wedstrijd, jullie komen met 2-0 achter. Binnen 4 minuten. Kan ja, toch niet? Nee, dat kan eigenlijk niet, want we begonnen zelf heel slecht aan de wedstrijd. Ja. En daarna hebben we ons in de tweede helft in de kleedkamer met Martijn boos op ons. Martijn van Warrooy, de trainer, werd boos op ons. Ja, toen hebben we met z'n allen zijn we erin gaan geloven. Ja. En zijn we de tweede helft met z'n allen 100% vol gegaan. Ja. En hebben we de wedstrijd naar ons toegeslipt. Bayram, vandaag heb je een paar fantastische goals gemaakt. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Zeg je eerlijk, TFC Breda was gewoon voor rust veel beter dan jullie. Ja. Of ben je het daarmee eens of niet? Jawel, ze zeiden het is wel een goede team, maar we maakten onszelf moeilijk gelijk 2-0 achter. En dan scoorde ik de 2-1. Dacht, er stond weer gelijk en dan weer zo'n hele slecht verdedigd. Ja. De kleinste man van hen scoort een mooi doelpunt. Ja, kopbal. Kopbal, ja. En dan ja, de tweede helft, moet je aangeven, Martijn was boos op ons. We hebben met z'n allen afgesproken dat we deze wedstrijd goed aan hem moesten winnen. En ja, dat deden we ook tweede helft met mooi voetbal. Dus ik denk dat we terecht hebben gewonnen van TFC. Hey, luister, jullie twee gaan volgend jaar naar KFC Merelen, iedereen weet het, en naar België. Ja, ja. Zeg nou eens, nu we hier toch staan met z'n allen, of jullie er niet stiekem spijt van kan krijgen, nu dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen met z'n allen, na de derde klasse. Ik heb er zelf helemaal geen spijt van. Nee, maar straks ook niet, denk je? Nee, ik denk ook niet, want het is daar ook gewoon een hele goede club, vind ik. Ja, ja. Dus ja, ik vind het niet erg. Ja, ik vind het wel een beetje erg dat je hier weggaat, omdat ik iedereen niet ken. Maar ja, het is beter om een andere stap te nemen. Jullie hebben hier lang gespeeld. We hebben hier ons ding gedaan. Ja. En nu is het gewoon tijd om hier weg te gaan. Mocht het in België slecht gaan, ja, hoop ik niet. Kunnen we altijd nog in de winst op terugkomen. Maar daar gaan we zelf allebei niet vanuit. Heel realistisch. Hoe denk jij daarover, Bayram? Met pijn in het hart weg hier? Nee, het is wel een beetje jammer dat we hier weggaan. Want ik ken hier iedereen. Ik voetbal hier een jaar. Ik ben maar 2 jaar hier weg geweest en dan weer. We hebben 3 seizoenen goed gedaan in de eerste, vind ik.
drie keer na competitie gehaald en dan ja, nou weggaan. Ik wou iets anders in België, dus als ik daar, ik hoop dat ik daar ook goed ga doen. En dan daar stappen gaan maken en zo niet dat mijn broertje aangeeft, stel het lukt niet. Ja. Ik kan altijd hier terugkomen, ik ga hier op een goede manier weg. Met de promotie naar de derde klas en ik wens allemaal heel veel succes. Om het even mooi af te sluiten. Jullie kunnen echt met opgeheven hoofd vertrekken. Jullie hebben deze club echt fantastische dingen laten zien. Ook voetbalinbreda.nl. We hebben jullie altijd gevolgd. Mooie foto's gemaakt, mooie verslagen getikt. En we vonden het hartstikke leuk dat we naar jullie mochten kijken. En ik gun jullie alle succes, jongens. Gefeliciteerd. Oké, de videoanalyst.nl, voetbalinbreda.nl. LJ Hoed. Ja, ik ga niet vragen hoe het met je gaat. Dat snapt iedereen wel. Je bent gedegradeerd uit de derde klasse. Hoe wij naar de wedstrijd hebben gekeken, de eerste helft, vonden wij van jullie en ook vooral van jou super sterk. Jullie stonden met 3-1 voor na rust. Hebben jullie jezelf echt voor schut gezet? Ja. Hoe denk jij daarover? Ja, ik weet niet. Ik kan bijna niet eens praten na zo'n wedstrijd, man. Het is gewoon ongelooflijk. Wat je ziet, we staan 3-1 voor, we maken ze helemaal kapot. Je ziet hier gewoon dat we 3 minuten lang de bal hebben, we tikken ze alle kanten op. Mm-hmm. En dan verliezen we eigenlijk van, ja, het is kut om te zeggen, maar gewoon een paar jonge gastjes. We zijn veel meer, veel ervarender en ja, het is gewoon echt... Jullie zitten in een rust met 3-1 voor. Wat zeiden jullie tegen elkaar? Hadden jullie dit verwacht of hoe zouden jullie verder gaan? Ik probeerde iedereen scherp te houden. Ik heb gewoon gezegd van kom op boys, net als de eerste helft, klap er weer op, we klappen er ook op. Ja. We moeten er gewoon voor gaan die eerste 10 minuten. Ja. Want dat, daarin maak je het verschil. Ja. Klaar. En ja, wat er vervolgens gebeurt, ja, ik weet het niet, man. Maar ja, je wordt toch angstig. Ja, zoiets heb ik het idee dan. Is het angst of heb je het gevoel dat niet iedereen zo'n 100% inzet op de mat heeft gelegd? Ja, ik kan dat niet van anderen zeggen. Ik heb in ieder geval alles gegeven en wat ik altijd doe. En ja, het is gewoon balen, man. Ja, jij blijft als een van de weinigen bij TVC Breda. Ja. Je bent de laatste tijd wel echt in vorm. Vierde klasse. Ja. Zeg het eens. Ja. Ik heb het allemaal wel meegemaakt via de klasse. Het is gewoon heel erg balen. Ik bedoel, het is geen pretje om naar Noordhoek uit te gaan. Maar ja, ik ga er gewoon voor. En, ik wil volgend jaar gewoon belangrijk zijn voor TVC. En, ik hoop dat we snel weer terug kunnen naar de derde klasse. Laat het open, ja. LJ. Ik wil je hartstikke danken voor je reactie en tot volgend jaar. Ja. Het waren er sowieso wel 500, ja, dat klopt. Nee, ja, ik zei 3-3, hè, de videoanalyst.nl. Nee, ja, ik zei 3-3. 4-3, ja. Ik had het niet helemaal zien aankomen, dit. Jawel, ik had het wel zien aankomen, maar ik had verwacht dat TVC, vooral voor rust, stonden met 1-3 voor. Als je dan zo weg laat spelen door WDS 19, ja, dat vind ik echt, echt schandalig. Dat vind ik echt schandalig. Ik kan nog steeds bijna niet geloven wat er is gebeurd. 3-1 voor, daarna een speler van WDS, ik geloof, Bayram Afsi. Die kan gewoon in de 16 3 man uitspelen op de vierkante meter. Presteert het dan om de bal ook nog in het doel te schieten. Dan heb je Abdul Afsi. Die schiet de bal gewoon in de haak van een meter of 20. Alsof het niks is. Alsof het zijn dagelijkse werk is. Ja, ik vond het echt opzienbarend. Ik vind het gewoon niet te geloven. Maar ik moet wel een compliment maken naar die twee jongens, hoor. Bayram en Abdul Afsi. Fantastische spelers. Ik kan er gewoon niks anders over zeggen. Ik moet eerlijk zijn. Ik ben hier om mijn mening te geven. Ik ben niet kapot van WDS als geheel. Het is wel een goed team. Hè. Het is wel een eenheid. Martijn van Hanrooy, de trainer, die presteert het wel altijd om er een echte eenheid van te maken. Maar ja, als je het mij vraagt, de andere spelers, behalve Bayram en Abdul Afsi, vind ik eenheidsworsten. Vind ik echt eenheidsworsten. Het zijn een beetje geurloze spelers. Zij zullen natuurlijk echt maling aan hebben wat ik nu vertel. Maar ik zeg dit omdat ze volgend jaar wel in de derde klasse moeten spelen. Hè? Kijk, zij trekken nu een lange neus naar mij natuurlijk, omdat ze zijn gepromoveerd. En als je het zo bekijkt, is het over 2 wedstrijden misschien nog wel verdiend ook. Helemaal niks mis mee en ik gun het ze ook. Maar ik moet wel eerlijk vertellen dat, ik weet niet of ze met deze selectie in het linkerrijtje van derde klasse kunnen gaan eindigen. Geloof ik helemaal niet in. In ieder geval, ze hebben het gehaald. Ze krijgen een paar spelers erbij. Hartstikke leuk voor die gasten. Ik hoop dat ze het heel goed gaan doen. Maar TVC Breda was een verschutting. Het was schandalig. De jongens verdienden vandaag niet eens om lid te zijn van de club. Sowieso iedereen weet dat er heel veel spelers van TVC Breda naar andere clubs gaan. Meer dan de helft van het eerste elftal. En daarom baal ik voor spelers als Jamie de Visser, die van JK komt. Davy Sneermanni, die van Boeijmeer komt. Geweldige spelers om op derde klasse niveau te gaan voetballen. Die moeten het nu een treetje lager gaan doen. En dat komt allemaal door de belabberde inzet die de jongens van TVC Breda na rust hier op de mat hebben gelegd. Dat was echt
echt om te huilen. Nou, dat wilde ik kwijt over deze wedstrijd, Adam. Oké, dank je. Maar dan, wat je zegt, eerste helft is eigenlijk wegeloos TVC. Ja, ze waren heel goed. WDS schrok en was verbouwereerd. TVC Breda speelde heel goed. Met de LJ Hoed vooral als goede speler. Ja. Maar hoe kan je in godsnaam, kijk, tegenstander speelt 4-4-2. Ja. Met twee spitsen. Oké, ze zijn natuurlijk wel van wereldklasse. Maar om dan op zo'n manier, vooral de 3-3 bijvoorbeeld. Daar even in de 16 of die alles mag doen. En dan nog even met links een doelpunt maken. Kom op. Ik stond net tussen die twee dugouts in. En dan stond een mannetje of 40 van TFC Breda, weet je wel. Die altijd komen kijken. Die zelf natuurlijk niet spelen. Supporters zal ik ze even noemen. Die vonden het ook echt gewoon ongelooflijk hoe makkelijk ze zich in een wedstrijd om handhaving, hè, dat moet je niet vergeten. Een wedstrijd waarin je de club op niveau kunt houden, dat ze zo falen en dat ze zo weinig inzet tonen na rust. Vonden zij ook opzienbarend en dat is gewoon het hele verhaal. Ik heb ook gehoord dat er gisteren een paar jongens op stap waren in de stad. Die zijn gesignaleerd in het nachtleven. Dat moeten ze allemaal zelf weten, maar als je dat voor een wedstrijd om handhaving doet in de allesbeslissende finale, ja, dan ben je het niet waard om handhaving af te dwingen. Zullen ze ook niet leuk vinden dat ik dit zeg, maar als je de waarheid zegt, ben je nooit populair, Adam. Ja. Ik denk dat het echt een kwestie van inzet en conditie is geweest. Ja, nou, ik denk dat voor een club als WDS toch verdiend is. En uiteindelijk, bedankt voor jouw meerloze mening. Geen dank, Adam. En we gaan elkaar volgend seizoen natuurlijk veel zien. We gaan het op voetbalinbreda.nl natuurlijk nog kenbaar maken dat wij een grootse samenwerking gaan organiseren. Dus de mensen gaan nog heel veel van ons horen.